Heel wat steden dicht bij de grens hebben boeiende verhalen van vroeger te vertellen. Het project Westhoek zonder grenzen laat hen toe om hun ontdekkingsroutes te vernieuwen en toegankelijk te maken. Zo zijn er nieuwe infopanelen in Hazebroek en Steenwerk. Wij gingen eens kijken naar de vernieuwingen in Kassel en Poperingen. Voilà, donc nous sommes sur le point le plus élevé de Kassel, 176 mètres, qui est le point culminant des Flandres, ici, hein, dans notre région. Et nous sommes sur ce qu'on appelle le jardin de la terrasse du château. Alors, dans le cadre de ce programme, nous avons refait l'ensemble du cheminement et de la mise en valeur d'un mur romain, qui est une trace archéologique que les archéologues ont retrouvée ici il y a plusieurs dizaines d'années. Et qui est une des seules traces visuelles de la présence des Romains ici à Kassel. Pour l'histoire, c'est une place importante puisqu'il y avait 7 voies qui menaient ici sur notre mont, venant d'Air et d'autres voies, et c'était la route du sel. Et donc c'était vraiment un lieu important et ça a été certainement un point haut défensif de l'époque romaine. Buiten de Poperingen hebben we gekozen voor de bestaande erfgoedwandelroute met de bekende klinknagels. Nog extra te versterken met wat meer duiding aan de hand van een 14-tal infopanelen die eigenlijk her en der verspreid zijn op het circuit. Het circuit is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Je ontdekt heel wat. Je komt niet alleen veel te weten over de gebouwen en hun geschiedenis, maar ook over tal van gebruiken die er destijds waren. Bijvoorbeeld het kantklossen wordt ook benaderd, maar ook Wereldoorlog 1 komt aan bod met het kasteel van Skabaji bijvoorbeeld. En tal van historische momenten worden er ook in verduidelijkt. Nous sommes donc sur le chemin des remparts, ici, qui contourne la ville. Jusqu'au XVIIe siècle, il y avait ici des remparts, de vrais. Un peu à la fois, ces remparts ont disparu. Et donc, ce chemin est devenu un chemin de randonnée, de visite autour de Kassel. Avec l'argent du projet, nous avons remis en état l'ensemble de ce chemin. Et nous avons fait toute une politique de mise en valeur et essentiellement d'information sur ce qu'est ce lieu. Et nous avons donc pu travailler avec un cabinet qui a mis ce chemin comme étant un élément essentiel du patrimoine de Kassel. Alors, il y a une série de panneaux explicatifs hein, qui ont été mis pour expliquer ce qu'est ce lieu symbolique de Kassel. Il y en a environ une quinzaine qui permet aux touristes et aux habitants de découvrir ce qu'était ce lieu, ce qu'est Kassel, ses éléments historiques, ses éléments géographiques et c'est en général bien vu. Er is eigenlijk een tweede actie in het project Westhoek zonder grenzen, namelijk de restauratie van een aantal zeer merkwaardige graven op de gemeentelijke begraafplaats, beter gekend als het Rekhof. Men heeft ervoor gekozen om een aantal waardevolle graven terug met een geschiedenis, de lokale geschiedenis. Een aantal mensen die hier gestorven zijn en die hier begraven zijn, betekenen toch heel wat voor deze stad. En we lichten deze personaliteiten wat beter uit aan de hand van ook kleinere infobordjes die er zullen geplaatst worden, die eigenlijk dan die lokale geschiedenis ook wat beter duiden en vertellen. En tegelijkertijd hebben we dan ook deze graven gerestaureerd. De Westhoek is een regio met heel wat merkwaardige dorpen. Ze bevatten een uniek patrimonium en heel wat couleur lokaal. In Frankrijk werd bij de start van het project het label Village Patrimoine opgericht. Dat is nu herwerkt. Vlaanderen liet zich inspireren en brengt een gelijkaardig netwerk onder de naam Charmante Dorpen. De Charmante Dorpen zijn een netwerk van 15 Vlaamse dorpen. Het is een nieuw netwerk. Dat we in samenspraak met onze Franse partners van de PI, die Village Patrimoine beheren, ontwikkeld hebben. We hebben dat gedaan aan de hand van objectieve criteria. We hebben alle dorpen van de Westhoek afgetoetst aan die criteria. En daaruit zijn dus 15 dorpen gekomen. Die dorpen scoren uitzonderlijk op culturele
en erfgoedtroeven, maar ook wat betreft het onthaal van de toerist en andere recreatieve troeven. Il y a des villages qui se ressemblent, les villages des monts, on se ressemble pas mal. Il y a des villages de Flandre maritime qui se ressemblent aussi, mais il y a une diversité quand même dans les patrimoines qu'on offre aux visiteurs. Il y a vraiment, quand on fait les circuits côté français, on ne fait pas 20 fois le même circuit. Il y a vraiment des différences. Alors, c'est un projet transfrontalier parce que les villages français sont déjà parcourus par de nombreux touristes flamands. Et de la même façon, les touristes français aiment aussi venir en Flandre belge. Donc il y avait déjà une dimension qui existait et le but c'est justement de faire découvrir qu'il n'y a pas en France que Berg, Cassel ou Bayeul, de la même façon qu'en Belgique il n'y a pas que Ypres, il n'y a pas que Furnes ou Dixmude, il y a aussi beaucoup de petits villages qui sont méconnus et finalement qui sont très charmants. En in eerste fase gaan we vooral dat als een toeristisch product zien. Die 15 nieuwe dorpen zullen toeristisch gepromoot worden. Maar daarna willen we daar ook iets meer mee doen. We willen dat niet louter als een toeristisch verhaal zien. We willen ook zorgen dat dat label iets is dat leeft. Dat de mensen uit de dorpen zelf ook betrokken worden bij dat label. En dat er dus activiteiten georganiseerd worden rond die toeristische troeven en die culturele troeven van het dorp. On a réalisé des brochures. Donc là, on a une brochure qui est sur l'ensemble du réseau, donc avec les 14 villages, les 14 premiers villages qui étaient recensés dedans. Et c'était décliné avec des petites brochures spécifiques, chacun des villages. On est aujourd'hui sur une nouvelle version, puisque maintenant, les villages flamands sont aussi représentés sur ces nouvelles brochures. Donc pareil, une brochure réseau. Et une brochure spécifique. In 2011 heeft de provincie een opdracht gegeven aan archeoloog Johan Termote om een atlas te maken over de Westhoekdorpen. En daarin heeft hij dus onderzocht voor elk Westhoekdorp of er tekenen zijn en of er daarover nog iets valt terug te vinden in de oude archieven. Aan de ene kant vertelt hij kort wat over de dorpsontwikkeling en de geschiedenis. Dat gaat soms terug tot in de 8e, 9e eeuw. En daarna heeft hij een kaart waarop hij de historische assen van het dorp weergeeft. Dat is een handige manier om voor ieder Westhoekdorp te zien wat vroeger de belangrijke assen waren, wat vroeger de belangrijke waterlopen waren, waar de belangrijke pleinen lagen. We gaan dat ook nog verder grensoverschrijdend maken. We gaan ook de Franse Westhoekdorpen betrekken bij heel deze atlas. En dat is iets dat op termijn ook verder loopt bij een andere Europese samenwerking.